Op school was ik in geen geval een kei. Ik sukkelde met bijna alle vakken. Van alles wat de meester deed of zei, kreeg ik ten hoogste 10% te pakken. En sommetjes waar anderen mee speelden als het ware, die kregen in mijn brein geen schijn van kans. En kon ik het met de Nederlandse taal al moeilijk klaren, hoeveel te zwaarder werd dat in het Frans. J'ai, tu a, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, c'était la plus triste chanson. Mijn huiswerk had ik nooit volledig af. En waar men onder schooltijd niet mag praten, zat ik haast ieder ogenblik met straf. Maar hoe dan ook, ik kon het maar niet laten. En toen ik op de MULO kwam, vergroten mijn tekorten. Toen bleek ik pas voorgoed een domme Hans. Bij iedere vakantie kreeg ik slechtere rapporten. En het meest van alles knoeide ik met het Frans. Ja, tu es, il est, Ellie. Oh, Ellie. Oh, Ellie, c'était la plus belle chanson. Maar Ellie was een veel te pinter kind, dan dat ik haar ook maar één tel kon behagen. Ik heb haar dan ook te vergeefs bemind, al duurde dat gelukkig maar 2 dagen. Totdat ik op een goede keer muziek ben gaan studeren, toen kwam een wankele geest pas in balans. En nu ik iedere week nieuwe chansons moet componeren, nu voel ik me zo geroepen tot het Frans. J'ai, tu a, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, c'était la plus belle chanson, en zo lekker triste.